Als ik Malaya voor me zie, dan ga ik terug naar 1995, toen ik als promotiestudent in Tanzania werkte. En dan kom je op een gegeven moment het ziekenhuis in en daar staat een houten kist. En er liggen 6 baby's op rij. En die armpjes die zijn zo dun, daar past geen naald in om een infuus aan te leggen met kinine. Dus die krijgen dat in het hoofd, hier zo, de naald. En dan zie je 6 van die baby's op rij liggen. En 2 dagen later zijn er 4 van weg. Nou, dat geeft jou passie en drive voor de rest van je leven. Ik ben trots over mijn bijdrage die ik geleverd heb tot op heden binnen die malaria-wereld. Er zijn er een aantal. Dat zijn ook een aantal ludieke feiten. Hè. Ik heb uiteindelijk ben ik erin geslaagd om met Limburgse kaas malaria-muggen aan te trekken. Dat was toen, mid jaren 90, een geintje. Dat is ook veel aan de wereldpers geweest. Maar, en dan komt-ie, anno 2013... zijn er grote experimenten met vallen in Oost-Afrika, die staan in, die zijn bezig met geuren van Limburgse kaas. Dus wat begon als iets heel ludieks, vindt nu echt een toepassing in die echte wereld. Nou, daar ben ik heel trots op, vind ik mooi. Daarnaast is het zo dat we eind jaren 90 inmiddels al de eerste waren die erin slaagden om een biologische bestrijdingsmethode voor volwassen malaria-muggen te maken op basis van een schimmel. Dus een natuurlijke bestrijdingsmethode. Je zet een organisme in tegen een ander organisme. Dat is inmiddels zo ver uitgebouwd dat nu, 2013, hebben we een product. Op basis van schimmel. En daar zijn we de eerste in, wereldwijd, die dat hebben voor elkaar kunnen krijgen. Nou, dat zijn mooie dingen. Wetenschap zit in mijn bloed. Dat heb ik de afgelopen 20 jaar van mijn leven gedaan. Maar ik heb me wel gerealiseerd dat wetenschap aan zich bij lange na niet genoeg is. Om de impact te genereren die je echt nodig hebt om een verandering in de wereld teweeg te kunnen brengen. En met name in het veld van malaria zie ik dat op jaarbasis wetenschappers van over de hele wereld zo'n kleine 3000 wetenschappelijke artikelen publiceren over malaria. Maar dat we in het veld nog steeds spuiten met DDT, wat ontdekt werd in 1939. Dat geeft mij aan dat er een gapend gat ligt tussen wetenschap aan de ene kant en de implementatie van die kennis aan de andere kant. Ik denk dat het gat tussen wetenschap en praktijk, dat hebben we eigenlijk met z'n allen zelf gecreëerd. We zijn er steeds verder wetenschap gaan uitbouwen naar iets wat met name fundamenteel, de fundamentele kennis, daar zijn we zo naastig naar op zoek. Daar word je ook op afgerekend als wetenschapper. Ook binnen ons Nederlands academisch stelsel word je afgerekend op publicaties in hoge vooraanstaande tijdschriften. Helaas publiceren die materiaal over genomics en proteomics en transcriptomics, maar niet over mijn werk met de laarzen in het veld in Tanzania. En dat betekent dat veel mensen hebben die stap gemaakt van het toegepaste werk wat direct een impact kan hebben op de ziekte, op het terugdringen van de ziekte, naar het lab in Europa, dan wel de Verenigde Staten, om daar gewoon hoogdravend wetenschappelijk onderzoek te doen. Heel mooi en levert prachtige kennis op, maar voor de praktijk echt heel weinig. De beslissing om uiteindelijk de academische wereld goodbye te zeggen is gekomen eind 2008, dus inmiddels al een tijdje geleden. Toen ik mij op een gegeven moment realiseerde, nadat wij een publicatie geaccepteerd hadden in een zeer hoog vooraanstaand tijdschrift, in PNAS, van een van mijn promotiestudenten, die was natuurlijk lyrisch daarover dat dat gelukt was. En ik merkte in één keer, het deed me niet meer zoveel. Vroeger trok wel aan de champagne open bij dat soort publicaties. Maar nu was het van, ik was gefrustreerd. Ik dacht van, nou, dit gaat het niet worden. Ik ben naar huis gegaan diezelfde dag. Ik heb s'avonds met mevrouw een fles wijn opengetrokken en we hebben gezegd van jongens, wat gaan we doen? Ga ik hiermee door? Dan heb ik straks op mijn 65 heb ik 500 publicaties. Ben ik hoogleraar wellicht? En dan heb jij voor de rest van je leven een gefrustreerde man naast je zitten, want die heeft niet kunnen doen wat hij eigenlijk zou willen en moeten doen. En toen hebben we toch met z'n tweeën gezegd van weet je wat, we hebben natuurlijk risico's, we hebben hypotheek, we hebben kids, we hebben alles. Gaan we dat op het spel zetten om toch een andere kant uit te gaan? Gaan we de droom achterna? En dat hebben we gedaan. De droom is in één woord samen te vatten, is impact. Ik word het meest blij als ik zie dat straks innovaties die vanuit ons laboratorium komen, dat we die niet alleen als kennis gaan publiceren, want dat doen we ook nog steeds. Dus wat dat betreft zijn we hetzelfde als een universiteit. Maar we nemen die kennis ook helemaal de rest van het traject mee. Ik heb me trouwens ook gerealiseerd dat dit stukje is maar 5%. Van hier, vanaf die publicatie naar een product wat in het veld echt kan worden ingezet, dat is 95% van het werk. En ik geloof daarom ook dat veel mensen in de academische wereld denken van, nou weet je wat, ik publiceer. Dan ligt het er, ben klaar en dan mag iemand anders er iets mee doen. En dat gebeurt dus niet. Dat doen we nu wel. Wij nemen dus die kennis op en we zeggen, we gaan die echt vertalen naar een product
waarmee we echt in Afrika in het veld kunnen gaan werken, wat direct een impact kan hebben op de gezondheid van mensen. Nou, als we dat naar schaal kunnen vergroten, dus dat je echt heel veel mensen bent aan het helpen met hun malaria-probleem, ja, dan ben ik een gelukkig man. Ik heb gemerkt, om van dat wetenschappelijk stuk naar die impact in de echte wereld te gaan, dat is niet een logisch proces. Daar heb je activisme deels voor nodig. Als je dat niet doet, dan kom je daar niet. Voorbeelden. 2 weken geleden in Genève bij de Wereldgezondheidsorganisatie gezeten om gewoon onze innovaties daar gewoon bij het Global Malaria Program, dat is het Vaticaan van malaria, zo moet je het zien, daar in Genève, om dat daar gewoon aan die mensen te presenteren. Gisteren bij de EU gezeten in Brussel om daar gewoon dat verhaal te pompen. Gisteren bij Artsen zonder Grenzen gezeten in Brussel om daar dat verhaal weer te pompen. Je moet met die kennis de boer op, en dat kun je activisme noemen, om ook daadwerkelijk die impact te kunnen gaan genereren. Als ik zou moeten kiezen tussen de universiteit en het bedrijfsleven, dan ligt op dit moment mijn voorkeur bij het bedrijfsleven. Ik heb toch gezien dat we... Kom je bij ons in het bedrijf, zie je eigenlijk een mini-universiteit. Wij doen ook datgene wat je aan een universiteit doet. Maar we hebben dat verlengstuk eraan. We hebben die mogelijkheid. En we hebben de vrijheid. Wij kunnen gewoon op iedere vrijdag, als we onze managementvergadering hebben, kunnen wij zeggen, jongens, dit, weg ermee. Daar gaan we op focussen. Die kans ligt er. Die mogelijkheid ligt er in Jamaica. Dat ligt er in Indonesië. Dat ligt er in Bolivia. Daar springen we nu op in. En dat laten we gewoon allemaal voor wat het is. Binnen een universiteit heb je vaak samenwerkingsverbanden, ben je projecten aan het uitvoeren. En ook al zie je dat zo'n project strandt en eigenlijk niks gaat opleveren, ja, je hangt vast aan die donor. Hè, en degene die het onderzoek gefinancierd heeft, die wil zijn rapporten hebben. Dus je ziet vaak mensen met een lang gezicht gewoon maar een project afronden, omdat het moet. Nou, die vrijheid die hebben we dus volledig in het bedrijf om te zeggen, van, nou, dat doen we echt absoluut niet. De mensen waarmee ik nu samenwerk, dat zijn allemaal mensen die zijn ook uit de academische wereld gestapt. En daarnaast hebben we een aantal mensen uit de zakenwereld aan ons clubje toegevoegd, die ons op de vingers tikken als wetenschappers en zeggen, jongens, het is wel goed, nu gaan we echt stappen maken. Want wij als wetenschappers blijven natuurlijk altijd maar onderzoeken en we willen nog meer weten en nog meer weten. Terwijl zij zeggen, je hebt nu al een product wat beter is dan hetgene wat er is, wat direct impact kan genereren. Kom op, we moeten gaan, schuiven. En dat is voor ons soms een moeilijk traject als wetenschap. Als ik een ongevraagd advies zou mogen geven aan onderzoekers wereldwijd, dan denk ik dat ik het woord wij zouden gebruiken. En waarom zeg ik het woord wij? Dat is omdat wij hebben de wetenschap op dit moment zo ingericht dat alles gericht is op het individu. Ik. Ik moet mijn cv opbouwen. Ik moet publicaties hebben. Ik heb een H-index. Ik heb een impact factor met mijn artikel. Ik heb een citation index. Alles is ik. En juist, en daar hebben we nu recentelijk heel goede voorbeelden van, als je mensen bij elkaar brengt en zegt, jongens, weet je wat, die ego's die schuiven ze even allemaal helemaal opzij. Daar ligt ons doel, die malaria-bestrijding in Afrika. En je creëert het wij-gevoel, dan zie je dat in één keer beginnen hele andere dingen te bloeien. En daar ben ik ontzettend trots op dat we dat binnen ons EU-project nu, een consortium met 5 landen, dat we dat goed voor elkaar hebben. En daar besteed ik ontzettend veel tijd aan om dat wij-gevoel erin te houden. Dus voor jonge wetenschappers, het is allemaal prima, maar die tunnelvisie van ik moet mijn eigen carrière bouwen. Ik heb veel meer zoiets van als je echt geeft en je hebt echt dat wij-gevoel om iets voor elkaar te krijgen, dan uiteindelijk gaat dat zich onherroepelijk reflecteren op jezelf en krijg je daar ontzettend veel credit voor terug. Dus niet die credit pakken, maar die credit krijgen. Als ik een voorbeeld zou moeten geven van hoe creëer je zo'n wij-situatie, dat is dat we in Tanzania afgelopen februari zaten met die 5 landen, met vertegenwoordigers van die 5 landen, daar voor een vergadering. Ik heb die mensen allemaal meegenomen naar een heel klein dorpje in het zuiden van Tanzania. Ik heb ze allemaal onder een mangoboom gezet, een hele grote mangoboom in de schaduw met een warme Coca-Cola. En heb daar in het zand voor mij de hele levenscyclus van malaria getekend. En toen zijn we daar met z'n allen over gaan brainstormen. En toen heeft iedereen gewoon alles opzij gezet en alleen maar zijn kennis bijgedragen. En ik had daar dus ook mensen bij zitten die totaal geen kennis van malaria hebben. Het was totaal nieuw voor ze, dus die kregen die informatie allemaal binnen. Maar zijn echte experts in andere vakgebieden. En die gooien dan in één keer hun sausje eroverheen. En je krijgt totaal nieuwe oplossingen. Binnen een week hadden we 12 nieuwe methoden geïdentificeerd om malaria-muggen te kunnen aanpakken. Nou, dat is absoluut uniek. Als ik zou moeten kiezen tussen een publicatie in Nature en een TED-talk, dan ga ik je flauw antwoord geven. Ik zou eerst de publicatie in Nature doen en op basis daarvan zou ik een TED-talk gaan geven.
De reden waarom ik het zo zeg en in die volgorde is dat we nog steeds een systeem hebben waarbij de publicatie een integrale rol speelt in wetenschap. Het is een cruciaal onderdeel van wetenschap, een goede publicatie. Maar daarnaast is die publicatie echt niet meer genoeg. Dat is wel het verhaal wat ik eraan wil hangen. Je moet tegenwoordig met je nieuw gegenereerde kennis moet je de boer op. Je moet het gaan verkopen, je moet sociale media gebruiken. Je moet een TED-talk proberen binnen te haken en die te kunnen geven. Zodat je voor het grote publiek datgene wat je gedaan hebt ook kenbaar kunt maken. Zodat mensen naar je toe komen en zeggen van, hé, dat is heel interessant, hoe kunnen we je daarbij steunen? En dan krijg je uit allerlei verschillende hoeken van de samenleving, krijg je in één keer steun. Dus dan hoef je niet meer altijd aan te kloppen bij NWO. En zeggen van, mag ik alsjeblieft weer een nieuwe beurs hebben? Of mag ik weer een nieuwe subsidie van jullie hebben? Maar dan krijg je in één keer uit allerlei andere hoeken, daar ligt ontzettend veel geld op straat. Mensen rapen dat niet op. Iedereen zit op dezelfde pot te hameren. En ik zeg van, boor daar nou open, maak daar nou een gat in en ga zoeken naar andere kanalen om je subsidies binnen te halen. Daar zijn wij veel mee bezig. Ik merk dat ik daar binnen mijn eigen vakgebied, binnen mijn eigen netwerk, dat daar ook wel vaak fronsen naar wordt gekeken. Omdat op het moment dat jij een boodschap moet gaan vertalen voor wat een wetenschappelijk stuk werk is, naar iets wat simpel te begrijpen is voor een politicus, moet je vaak korte bochten nemen. En daardoor krijg je vaak uitspraken waarvan andere wetenschappers kunnen zeggen, ja, hoe kun je dat nou zeggen? Want we hebben dit nog niet bestudeerd en dit moeten we nog doen en dit moeten we nog doen. Maar ik merk gewoon dat als je dat niet doet, als je niet op een hele simpele manier jouw werk kunt vertalen naar iets wat door iedereen opgepikt kan worden, dan gebeurt het gewoon niet. Dus je zult dit soort simplificatie af en toe, dat zul je af en toe moeten inzetten om mensen te kunnen bereiken. En daar krijg je vaak kritiek op. Moet je het dan anders gaan doen? Ja, misschien wel, maar in ieder geval niet complexer. Want dan haken ze af. En dat is denk ik de manier om met het grote publiek te communiceren, is door gewoon op een hele simpele manier de zaken duidelijk te proberen te maken. Het is een beetje afhankelijk van het onderwerp waar het over gaat. De ene keer lukt dat heel makkelijk en de andere keer is het gewoon vechten en met de kraan open staan te dweilen om te proberen maar van, kom op, ik moet hier aandacht voor krijgen. Voorbeeld, op dit moment is 1/3 van alle medicijnen wat in Afrika op straat verhandeld wordt als medicijn tegen malaria is fake, is nep. Dat zijn medicijnen, daar zit waspoeder in of kalk of zelfs remvloeistof, Viagra, alles wat je maar kunt verzinnen. Ja? Dat is dus voor moeders die medicijnen voor hun kinderen kopen, is gewoon Russische roulette. Koop je de verkeerde medicijnen en je kind heeft malaria, gaat dood. That's it. Er is geen hond die daar iets aan doet. Waarom? Dat zit in het criminele circuit. Dat zijn criminele syndicaten in China en India die dit soort neppillen produceren en die smokkelen ze Afrika in en dan wordt flink geld aan verdiend. Kun je dus gaan zitten en zeggen, ja, dat is jammer, dat is heel vervelend. Of je kunt zeggen, we gaan er tegenaan en we moeten hier iets aan doen. En dat hebben we dus ook binnen de Nederlandse Malariastichting. Ik ben voorzitter van de raad van advies van de Nederlandse Malariastichting. Hebben we dat echt op de agenda weten te krijgen en gezegd van, we moeten hier iets aan gaan doen. Dus het is weer een stuk activisme. Het is weer gewoon jezelf niet willen neerleggen bij dingen die gebeuren waarvan je denkt van, ja, maar dit kan echt niet. En dan alles opengooien en alle mogelijkheden aangrijpen om het ook daadwerkelijk op de agenda te krijgen.